Deze nieuwsuitzending is een reactie op een filmpje dat ik heb gezien van een kamerdebat met die kut Marokkaan en een stelletje Hollandse trutholaars. Als mensen zich afvragen waarom moet de BTW eigenlijk omhoog, dan moet je kijken naar de kleding van die kut Marokkaan. Ja, dat kan je niet zien. Farid Asarkan. Een driedelig pak met een rode stropdas. Ja, het kost de patiënten, maar dan krijg je ook een hoop onzin, hé. Met zo'n... Ja, laat ik maar... We gaan er even naar luisteren. In totaal is het 10 minuten en 26 seconden. Ik weet niet of ik het vol kan houden. Maar we beginnen bij het begin. Het gaat er allemaal om dat die partij DENK... Dat beogen ze dan of zo. Laten we proberen na te denken. Want we weten niet waar we beland zijn. Want heel Marokko ligt op zijn kut. De luchtverontreiniging in steden als Rabat en Casablanca. Dat is belachelijk. Dan komen we naar het frisse Holland. En dan staan we daar met onze Marokkaanse smoel. En waar gaat het dan om? In Parijs is een leraar onthoofd. Omdat hij in de klas les heeft gegeven over Charlie Hebdo. Of zoiets. Je mag de profeet niet beledigen. En hij heeft een belediging uit de historie van de profeet laten zien. Dus hij heeft zelf niet de profeet beledigd. Hij heeft in het kader van de multiculturele educatie laten zien waar sommige mensen boos over worden. En dat is als je Mohammed, de profeet, Gods zegen zij op hem, die beeld je af met een hoofddoek en daarin zit een bom verborgen of zo. En dat mag dan niet. En daarom is die leraar in Parijs vermoord. Niet gedood. Je kan mij niet vertellen dat het omhoog houden van een stuk papier, dat je dan schuldig bent aan... En dan gaan we een beetje over de lijntjes heen, dacht ik. Wij zeiden vroeger, schelden doet geen pijn. We zeiden ook, jeuk is leuk, pijn is fijn en bloed moet. Ja, mijn generatie is anders dan dat soort mietjes als de Farid Asarkan. En wat die Farid Asarkan, wat zijn partij DENK, heb gedaan, is dat hij 2 dagen na die moordpartij een petitie heeft ingediend om opnieuw te gaan discussiëren over het bij wet verbieden van godslastering. Blasfemie. Op z'n Latijns gezegd, dacht ik. Of is het Grieks? Godslasterlijk woord gebruik. Dat moet bij wet verboden worden. Nou, ik vind dat iedereen die godslasterlijk spreekt, daar moet je niet naar luisteren. Een ander gezichtspunt natuurlijk. Maar laten we even luisteren naar meneer Farid Asarkan, onze kut Marokkaan. Wat hij daar dan op zegt. Het is zo erg, dat taalgebruik. Eigenlijk mag je er niet bij stilstaan, maar daar komt hij. Mevrouw Silke Segerius, voorzitter. Je zag nu Farid Asarkan en nu komt een wijfie in beeld met zo'n mantelpakkie. En van het overdreven haar, wel blond, maar dan ook donkere patronen erin. En de handen achter haar rug. En dan gaat ze dit zeggen in die mooie spreektijd.
nou niet of meneer Azarkan een ster is in draaien, in geen antwoord geven of een beetje angstig is en het gewoon niet wil. Dat weet ik. Wat heeft ze nou gezegd? Nog een keer? Die trut, die zit voor meer dan 100.000 euro per jaar. En dan zegt ze dit. Mevrouw Hesselke, zeg je eerst. Voorzitter, ik weet nou niet of meneer Azarkan een ster is in draaien, in geen antwoord geven of een beetje... Oh, ze weet iets niet. Nou, dan hoort ze helemaal niet achter de microfoon te gaan staan. Dacht ik. Heeft ze mijn hulp nodig? Of zo? Maar ze krijgt al 100.000, meer dan 100.000 per jaar. Heeft ze nog meer geld nodig? Bijspijkercursus? ...angstig is en het gewoon niet wil, dat weet ik niet. Maar ik zal hem tegemoet komen. Ik serveer die hele petitie helemaal niet af. De vorm niet en de tijdstip niet, want ik neem het heel serieus. Ik heb het heel goed gelezen en ik heb heel goed gezien wanneer die is ingediend. En daar is over nagedacht. Oh. Er wordt een leraar onthoofd. Omdat hij deed wat hij moest doen, kinderen weerbaar proberen te maken. Er wordt een leraar onthoofd omdat hij moest doen wat hij moest doen. Namelijk kinderen weerbaar te maken. Wat is er van socialistische trut? Onthoofd. En de eerstvolgende reactie van een groot deel van de islamitische gemeenschap, 100.000... En die madame die kan ook geen Nederlands. Islam is geen Nederlands. Ik gebruik zelf het woord downloaden en uploaden. Dat is ook geen Nederlands. Dat is nu een keer Engels. Een CPU, dat is ook Engels. Central Processing Unit. Maar islam, dat heette vroeger Mohammedanisme. Dat was een prima Nederlands woord. Meer handtekeningen is. Laten we eens kijken wat die mensen nou zo boos heeft gemaakt, waardoor die man wel onthoofd moest worden. Dit is geen ongelukkige timing. Dat is een hele bewuste timing om opeens die discussie daarover te laten gaan. Maar die discussie gaat daar niet over. De discussie gaat over het feit dat een leraar onthoofd is. Over het feit dat in ons land leraren moeten onderduiken voor hun leerlingen omdat zij intimideren. Dat is waar het hier over gaat. Dus ik neem die petitie heel serieus. Ik vind het verwerpelijk wat daarin staat. Ik ga het democratisch debat aan. Hier, als van ooit het aan mij zou vragen, zou ik een normaal antwoord op kunnen... En het kost 100.000 euro per jaar. Nee, meer hè? Even, want ik heb er wel over nagedacht en ik draai niet. Ja, is fantastisch. En vervolgens is de timing heel bewust. Dus laten we die niet ongelukkig noemen. Er is heel goed over nagedacht waarom je na 2 dagen na moord met een dergelijke petitie komt. Precies voor wat hier nu gebeurt. Te doen alsof het debat over de vrijheid van meningsuiting gaat. En meneer Azarkan doet daaraan mee. Doet alsof hij er een beetje op mijn draait. Maar de boodschap hier is wederom heel helder, meneer Azarkan. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, ongefundeerde verdachtmakingen. Ik heb werkelijk geen idee. Werkelijk geen idee waar mevrouw Dilan Segerius op doelt. Dat ben Er is nog zo iemand. Dus die vrouw die zegt, ik weet niet waar Farid Azarkan het over heeft. Draait hij om de hete brei in, waar is die gozer mee bezig? En dan zegt Farid Azarkan, ook voor meer dan een ton per jaar. Ik weet niet waar ze het over heeft. Zij weet kennelijk iets. Zij ziet ergens iets wat bekokstoofd is, wat deze mensen bedacht hebben. Ik zie het niet. Ik zie het oprecht niet, maar misschien kunt u mij dat uitleggen. Dat zeg ik via u, voorzitter. Vrije Silke Segerius. Voorzitter, ik weet niet hoeveel interrupties ik nog heb, maar ik zal vandaag in ieder geval proberen om 1 helder antwoord van meneer Azarkan te krijgen, zodat iedereen die thuis kijkt ook gewoon weet waar Denk voor staat. Het is een hoop gedraai, het is een hoop blabla, maar als we het hebben over, moet nou het beledigen van de profeet verboden worden, ja? Nee, daar gaat het niet om. Het ging om godslastereling. Het lasteren van God. Mag dat of moet dat verboden worden bij wet?
Vindt u het nou ook niet ongelooflijk asociaal dat je 2 dagen na een onthoofding van een docent zegt, laten we eens kijken waarom die mensen zo boos werden? Vindt, denk ik ook niet, dat de hele discussie hier al de hele dag over zou moeten gaan. Hoe kan het dat jonge islamitische kinderen niet weerbaar zijn? Dat zij niet weten hoe je moet reageren als je een tekening ziet die je niet aanstaat? Wat nou? De Marokkanen moeten weerbaar gemaakt worden doordat ze niet leraren gaan onthoofden als die leraren een tekening tonen die hun niet aanstaat. Wat? Kan het niet zo zijn dat hij denkt, of dat hij als Azarkan had kunnen zeggen, de imam El Farkani, ik roep op, doe dit nooit meer. Maak onze kinderen weerbaar. Geen enkele kans grijpt de heer Azarkan, maar gaat hier gewoon een beetje oreren over fatsoen moet je doen. Kom. Ja, voorzitter, ja, ik blijf daar toch op zitten. Het is misschien vreemd voor mevrouw Segerius, maar ik vind fatsoen moet je doen. En nogmaals, de strekking die zij daar aan geeft, die geef ik niet. Want deze mensen maken zich ook zorgen over de oplopende spanning in de samenleving. Dat staat er ook in, maar dat stukje heeft... Welke mensen? Deze mensen maken zich ook zorgen over de oplopende spanningen in de samenlevingen. In de samenleving. Welke mensen? Mevrouw Segerius? Niet gelezen. En voorzitter, nogmaals... Vanuit mijn kant, verbieden is het laatste wat we moeten. Maar ik vind dat je wel daar een discussie over kunt voeren. En ik vind dat je wel waardering moet hebben voor mensen die via de democratische weg een inbreng hebben. Nogmaals, ik heb dat liever dan dat ik buiten aangevallen word of toegesproken word door mensen die het ergens niet mee eens zijn. Daar heb ik mevrouw Kuiken en daarna mevrouw Van Toornburg. Mevrouw Kuiken. Het ging mis bij Samuel Paty niet omdat zijn leerlingen geen les wilden hebben. Het ging mis omdat een vader vervolgens furieus werd... Zich persoonlijk aangevallen, hij voelde zich persoonlijk aangevallen in zijn identiteit. En beoordeelde vervolgens deze leraar als zijn vijand, de grootste vijand die er ongeveer maar kon zijn. En is Azarkan niet met me eens op het moment dat het pad weer opgaan van godslastering, die we niet voor niets hebben afgeschaft, dat we dat gevoel van vijandschap, dat gevoel van identiteit aan lastering niet weer gaan vergroten. Is dat al niet alleen de reden om niet weer dit pad op te willen gaan? De heer Azarkan. Voorzitter, ik neem met belangstelling kennis van de mening van de PvdA in dit debat. En dat is ook een mening, dat kan. Dat is denk ik voor het debat wat we nog moeten gaan voeren als we hier een debat over gaan hebben. Dan kunnen we daar de argumenten uitwisselen. Nogmaals, het is in 2014 afgeschaft. Dus tot aan 2014 was dat zo. Ik weet niet of er toen heel veel spanning was in de samenleving. Ik weet niet of dat ertoe geleid heeft dat de vrijheid van meningsuiting toen niet bestond. Tot aan 2014. Dus ik zit even te kijken waar we nu op dit punt beland zijn. Dat ik ergens iets van moet vinden wat mevrouw Kuiken niet vindt. Mevrouw Kuiken. Dat moeten we juist vinden. Juist omdat die spanning in die samenleving zo oproept en oploopt. Kijk, wat u vindt, dat is me wel duidelijk, juist door u stilzwijgen en niet antwoord geven. Maar juist omdat die spanning oploopt, ik zeg niet dat kinderen een dikke huid moeten hebben. Dat zeg ik wel. Ik heb gezegd dat ze moeten leren, even heel precies. Ik heb gezegd dat ze moeten leren omgaan met wat vrijheid biedt. En ik wil hun leren dat ze heel erg mogen houden van hun God... Of van hun Allah, zonder dat het zonder op het moment dat er een cartoon ontstaat, dat ze zich dan aangevoelen voelen in hun identiteit. Dat het geen vijandschap oploopt en dat je dat geen spanning hoeft te voelen. Je mag je wel gekwetst voelen, maar dat je niet vervolgens in zij tegen wij beelden gaat ontstaan. En op het moment dat je nu het pad oploopt van weer een verbod tot godslastering, dan ga je precies daarin mee. En dat gevoel dat het oké is om in strafbaarstelling te spreken, in hij versus ik, in vijandsbeelden, dat het alleen maar de spanning oproept. Dus ik wil u echt met klem vragen om dat pad niet te gaan bewandelen, want het gaat niet helpen. Het versterkt alleen maar de tegenstellingen en het zal onze vrijheid niet vergroten. En daarom moeten vrouwen hun mond houden. Ze slaat de plank helemaal mis. Totaal.
Maar daar kom ik zo dadelijk nog mee. Even kijken wat er nog meer gezegd wordt. De heer Azaka. Voorzitter, ik neem met belangstelling kennis van de mening van mevrouw Kuik op dit punt. En ik denk dat... Ik neem met belangstelling kennis van de mening... lijkt Vladimir Poetin wel. Goed is dat als dit haar inbreng is. Oh, het is goed als het haar inbreng is. Tijdens het debat waar we het over gaan hebben. Tijdens dit debat waar we het over gaan hebben. Dat we daar elkaar over kunnen spreken. Dat we daar elkaar over kunnen spreken. En nogmaals, ik ben niet... En nogmaals? Degene die zegt dat het verboden moet worden. Ik ben niet degene die zegt dat het verboden moet worden. Ik weet niet of u iets wilt horen. Ik zeg dat ik het serieus wil bestuderen. En kennelijk mag dat hier niet. Ik zeg niet dat het verboden moet worden. Ik vind dat je het serieus moet bestuderen. Een herinvoering van het verbod op godlasterlijkheid. Ik wil het gewoon serieus bestuderen. Ik wil het serieus bestuderen. Nou, dat wil ik ook graag met hem in zijn driedelige pak met zijn rode stropdoos. Gezien dat er bij het EVRM een zaak is aangespannen, die heeft stand gehouden. Dat ging erover dat het beledigen van de profeet, dat niet mag. Dus er is wel degelijk een begrenzing. Oh, leuk. De vraag is, hoe pakt dat uit in onze samenleving? En het is toch goed dat we daar met elkaar over kunnen verschillen. Waarbij ik nogmaals niet zeg dat dit een heel goed idee is. Maar ik zeg ook niet dat dit niet kan. Dus volgens mij moeten we dan doen wat we... Ik zeg niet dat het een goed idee is. Maar ik zeg ook niet dat het niet kan. Die meneer die moet op Aristotelische logica cursus. Altijd doen, namelijk de argumenten uitwisselen. En ik weet waar u staat. Ja, mevrouw Kuiken. Nou ja, die gespeelde naïviteit vind ik behoorlijk kwalijk. Voorzitter, dit is geen gespeelde naïviteit. Dit slaat echt helemaal nergens op. Nee, het is geen gespeelde naïviteit. De man is zo dom als een kleuter van 6. Het was heel beleefd om naar u te luisteren, terwijl u eigenlijk keer op keer geen antwoord geeft op mijn vraag. En ik doe toch nog een poging om met u het gesprek aan te gaan. Ik geef aan waarom ik dit een gevaarlijke route vind om in reactie op spanningen die er zijn... Nee, trut, je gaat niet in de aanval. ...in heel Europa weer de weg te bewandelen van God... En dat is het punt met vrouwen. Vrouwen die zoeken altijd zo de... Ja, dan moeten ze met z'n allen, ook met de kut Marokkaan. Dat is mijn probleem met vrouwen. Die gemeenschappelijkheidsgedachte. Het verbod op godlastering, dat moet terug. Dat wordt verboden bij de overheid. Dus als je voor de overheid bezig bent, in gemeenschapszin bezig bent, whatever, je wordt betaald als een ambtenaar. Een of andere kerk. En er wordt geen God gelasterd. Dan wordt je hele kerk gesloopt. En wat doen die Mohammedanen? Die lasteren onze Heer. Christus. Dat wordt gepredikt. In de moskeeën. Dat wordt doorgegniffeld. Tijdens suikerfeesten. Christus Jezus, dat was een vals speler. Die durfde niet van zijn eigen aan het kruis te gaan laten hangen. Die heeft een kerel betaald, zijn familie betaald. Als jij even voor mij aan het kruis gaat hangen, doe je mijn jurk aan. Ga jij even bengelen aan het kruis en je familie krijgt zoveel. Goed? De Christus was een bedrieger. Dat zeggen die Mohammedanen. Dat is godslasterlijk. Per definitie. En dat moet verboden worden. Dat vind ik. Dat soort dingen zeg je niet. En hun houden op met dat soort verhalen te vertellen aan hun kinderen. En wij houden op met het beledigen van hun profeet.
Want die Mohammedanen, die noemen Christus een profeet. Een slapjanus. In die zin, hij liet een ander de kruisiging dragen. En zelf zat hij frikandellen te vreten ergens in Bethlehem of daar erbij. Dat is godslasterlijk. Christus was geen profeet. Johannes was een profeet. Jesaja was een profeet. Samuel was een profeet. Hosea was een profeet. Christus was de beloofde. Bereshit. Weet je nog? Dus Farita, ze kan, moeten onmiddellijk gelijk krijgen. En dan gaan we die moskeeën sluiten. Er gaan spionnen naartoe. Die Arabisch kennen. En dan rapporteren. En al die moskeeën gaan dicht. En is het afgelopen met dat Mohammedaanse gezeik hier in Nederland. Het is godslasterlijk wat die ouders hun kinderen leren. In onze ogen. Bereshit, bara, Elohim, et hashemayim, ve et haaretz. Nou, dat spreekt toch geen Frans of zo? En you believe me, dat als ik daar gestaan had, had ik gezegd, hey Farid gozer, ik ben het met je eens. Wij beledigen die profeet van jullie niet meer. God zegen zij op hem. En jullie houden op met te pissen over onze Heer. Afgesproken, met je driedelige pak en je rode stropdas. Je crybaby dat je bent. Huilenbalk op zijn Nederlands. Een typisch voorbeeld van de potverwijte ketel. Die Mohammedanen mogen lekker zeiken over onze Heer. En wij maken een geinige tekening van hun profeet. God zegen zij op hem. Met een bom in zijn tulband. En dan moeten er koppen rollen aan onze kant. Ja, ja. Maar wij hebben zelf geen geloof meer. Wij weten niet meer van Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Dat zijn we een heel klein beetje vergeten. Want wij zijn stomme schaafkaafs, dikke koppen. Ja, dat krijg je ervan. Als je naar die politici gaat luisteren, dan raak je ook opgewonden. Dan denk je, jeetje, wat kost het nou op geld? Het is een soort dakloze opvang eigenlijk, hè, die Tweede Kamer. Mensen die helemaal niks kunnen, die gaan dan tegen elkaar lopen zeuren. En dan, ik weet echt niet waar u het over hebt. Ik snap niet waar deze vraag over gaat. Die gaat over godlastering. En dan moeten die Mohammedanen zijn stelletje behoorlijk goed mee ophouden. En nee, Isaiah is geen profeet. Isai heet hij. Jezus. Christus, Jezus. Is geen profeet. Bereshit. Yo, maar Piri, ik kan geen Hebreeuws. Nee. Farid Azarkan denk ik ook niet. En die tuthola, die kuiken of zo, ook niet. En dat is het probleem. Iedereen heeft het over God en die mag je niet lasteren en niemand weet wie of wat God is. Christus is God.
Bereshit. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Bet, resh, alef, shin, yod, tav. Van rechts naar links natuurlijk. Ik ben niet apengek, Snappy. En wat mij betreft mag je pissen over Christus wat je wil. Je zal zondigen tegen de Vader, zand erover. Je zal zondigen tegen de Zoon, zand erover. Je zondigt tegen de Heilige Geest. En dan hebben wij een probleem. Snap je? En je hebt dat probleem zonder meer met vrouwen aan het woord. Dus ja, wat moet je ermee? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Niet druk overmaken, denk ik. Ja, het lijkt mij dat die Mohammedanen, dat het laatste wat zij willen, dat is een verbod op godslastering. Want dan gaan die moskeeën dicht. En die islamitische scholen worden streng gecontroleerd op godslastering. En Christus is niet een profeet. Isaï dus, uit de Koran. Hè? Dat is geen profeet. Nee, dat is Bereshit. Dat is de vervulling van het Oude Testament. Het is de Zoon van God. Wiens dood moest. Gedenk Daniël, hoofdstuk 9. En de mensen die dat geloven, zoals ik. Ja, je mag van mij over Christus heen pissen. Want ik heb gelijk. Ik heb de wet niet nodig. Heb je? Ik denk dat ik niet meer ga zeggen over deze bagger. Belangrijk is dat jij beseft dat Christus is gestorven. Voor jouw zonden. Aan het kruis. Bereshit. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Amen.